Op Twitter en Facebook neemt Winnie Prins geen blad voor de mond. En juist die persoonlijke opvattingen kosten haar de kop. Vragen stellen is verboden in Nederland. Medicijnen die je snel van effecten van corona af kunnen helpen, staat een boete van €150.000 op. En ook... Mensen worden ontslagen in niet-essentiële beroepen als ze niet ingeënt zijn. Worden gedwongen onder dreiging van ontslag en uitsluiting. Meerdere partijen vinden het raar dat een wethouder deze uitspraken doet. Ze dienen een motie van wantrouwen in. In het weekend zijn er gewoon een aantal dingen gebeurd op social media. En dat kreeg ik ook pas gisteravond heel laat vanuit inwoners van... Goh, kijk eens even wat er aan de hand is. Ja, en dan gaat die bal rollen, want dit is natuurlijk al veel vaker gebeurd. En ze heeft al veel vaker waarschuwingen gehad en ook al een motie van afkeuring. Eigenlijk zeg maar 3 gele kaarten. Volgens mij wordt het dan op een moment rood en dat is nu gebeurd. In 2017 kreeg Winnie Prins de raad tegen haar door een uitspraak in het Financieel Dagblad. Daarin zei ze dat het CDA alle lokale afdelingen onzinvragen liet stellen. Het leidde tot een motie van afkeuring. 2 jaar geleden kreeg ze weer mot met de raad. Dit keer omdat ze zei dat het RIVM goochelt met cijfers over de uitstoot van stikstof. Wethouder Prins zei dat ze de uitspraken deed als privépersoon en niet als wethouder. Maar dat kan niet volgens John Bell van het Pericles Instituut. Ik denk dat wethouder Prins inmiddels ook wel snapt dat het zo niet werkt. Op het moment dat je op sociale media je laatdunkend uitlaat over bepaalde groepen. Of zoals het geval van Prins gewoon wetenschap ontkent of statistieken verkeerd interpreteert, dan heeft dat gewoon zijn consequenties. De gemeenteraad van Zeewolde was het zat. Er werd een motie van wantrouwen ingediend. Ik ga nu mededelen dat de motie is aangenomen, 13 voor en 5 tegen. Als u zegt van ik geef uitvoering eraan. Ik neem de motie niet over. Wethouder Prins wilde blijven. Dat is uniek, want het komt amper voor dat een wethouder met een motie van wantrouwen blijft zitten. Ieder raadslid kreeg daarom een stemformulier met daarop de vraag of de wethouder kon aanblijven of moet vertrekken. Ook deze uitslag was helder. De raad stuurt Winnie Prins naar huis. Burgemeester Gorter was gisteravond zichtbaar aangedaan door dit plotselinge besluit. De uitspraak is duidelijk, maar je praat wel over een mens. Je praat wel over iemand die van de 14,5 jaar dat ik hier heb gezeten, ruim 12,5 jaar, bijna 13 jaar wethouder is geweest. De opmerkingen die ze gemaakt heeft, die vallen op een bepaalde manier politiek. En met dit als consequentie, en dat is echt te triest voor woorden als je dat als wethouder moet meemaken. En iets wat je met alle ziel en zaligheid, wat je ervoor over hebt, dat je nu moet stoppen. De fractie van Leefbaar Zeewolde liet gisteravond direct weten het college te steunen. Ondanks het wegsturen van hun wethouder. De partij vergadert vanavond over hoe ze de lege plek van Winnie Prins gaan invullen. Tot die tijd nemen de overige wethouders de taken over van de vertrokken wethouder.